in Osnabrück. Ik sta hier bij het Felix Nussbaumhaus. En de architectuurkenners onder u, die hebben misschien al opgemerkt dat dit een gebouw is met heel veel scheve lijnen. En u weet dan misschien ook al door wie dit huis, dus een museum, is gebouwd. Daniel Liebeskind. Het doet u misschien denken aan het Joods Museum in Berlijn. En inderdaad, dat is dus dezelfde architect. Daniel Liebeskind heeft het Felix Nussbaumhuis hier gebouwd. Het is geopend in 1998. En het heet Felix Nussbaum, omdat het dus gaat over de schilder, een Joods-Duitse schilder, Felix Nussbaum. Die heeft geleefd van 1904 tot 1944. En alles wat hier aan het huis te zien is, is dus gewijd aan deze schilder. We kunnen helaas niet binnen filmen. Daarom heb ik een aantal foto's voor u gemaakt waarvan we u iets laten zien. Felix Nussbaum heeft zich laten inspireren, onder andere door Vincent van Gogh, wat ook heel goed te zien is. Hij heeft heel vroeg helaas moeten ondervinden wat het betekent om Joods te zijn in het nazi-regime. En heeft moeten vluchten. Zijn leven en werk is getekend door het moeten vluchten, exil. En wat het betekent om te moeten schuilen, samen met zijn vriendin Velka. En om te zweven eigenlijk door Europa, van Hamburg naar Basel en naar Italië, waar hij tijd heeft mogen werken nog. Daarna in Oostende en in Brussel, waar hij ook moest schuilen voor de nazi's, voor de Gestapo. Uiteindelijk is hij wel naar Auschwitz gegaan, waar hij in 1944 vermoord is. Mocht u een keer naar Osnabrück komen, dan kom dus met eigen ogen kijken. Het is zeer de moeite waard, Felix Nussbaumhaus hier in Osnabrück. Ik wens u een heel fijn weekend en we zien elkaar weer volgende week.